Ik zat me net te bedenken dat ik me echt beter voel dan ooit tevoren. Ik denk, vertel even tegen jouw volgers hoe het echt hier eraan toe gaat. Jeetje Mina, wat een stress hier vanochtend. Echt. Ik weet het niet, maar op een of andere manier is het 's ochtends nog een beetje aanpoten omdat er alles naar school gaat. Dus ik ben aan het strak trainen, aan het shapen en spiermassa aan het opbouwen zonder dat ik vlees en vis eet. En ik werd vanochtend wakker met een geniaal idee. Ik heb mijn nepek. Ah, en dat dus verder, hè schat? Ja, dat. Ja, dat hè. Een hele goede morgen. Je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag bij mij en ik zat me net te bedenken dat ik me echt beter voel dan ooit tevoren. En ik dacht, ik ga dat gewoon wel even met jullie delen, want ja, ik weet niet, dat moet gewoon ook af en toe gezegd worden. Ik ben gewoon helemaal blij en ik voel me goed en ja, het wordt vandaag 18 graden maar liefst, de zon schijnt. Ik ben wel de hele dag aan het werk, dus dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Ik heb echt best wel heel veel te doen. Ik ben allemaal video's aan het opnemen. Vandaar dat ik dus dit aan heb, wat een beetje warm is nu. Maar goed, ik wissel zo meteen weer van outfit. In ieder geval, ik dacht, ik voel me gewoon goed en ik ga dat met jullie delen. Ik ben bezig met een heel tof nieuw programma, waardoor ik ja, best wel zwaar en intensief aan het trainen ben. En ik merk dat ik daardoor fysiek veel sterker ben geworden in de afgelopen 3,5 week. En ook dat ik me mentaal gewoon veel beter voel. Dus, en ook natuurlijk hè, deze zon, die helpt daar helemaal aan mee. Want ik ben echt zo'n mens die daar helemaal blij van wordt. Maar ja, dus dat gaat gewoon lekker. Het programma, daar ga ik jullie nog meer over vertellen. Ik was eigenlijk bezig met het maken van een speciale video daarvoor. Alleen, ik ben heel even mijn soort van weg daarin kwijt ofzo. Dus ik heb wel beelden en misschien ga ik dat ook wel oppakken, waardoor het dan toch online gaat komen. Ik weet het niet zeker en daarom dacht ik, ik ga wel vast al een klein beetje met jullie delen wat ik aan het doen ben. Maar goed, dat straks, want ik ga eerst even verder met werken. Maar ik dacht, ik open vast de weekvlog. In ieder geval, heel verhaal om mee te beginnen. Leuk dat je weer kijkt en ik ga jullie weer gezellig een paar dagen meenemen. En dit keer dus vanaf woensdag, mijn werkdag. Ik heb mijn stellage gebouwd en ik ga dus beginnen met het opnemen van video's voor het Summer Body Program. En dat is dus ook het programma wat ik zelf aan het doen ben. Het komt over een aantal weken komt het online en dan ga ik daar alles met jullie over delen, want het is echt een heel tof programma. We hebben ook weer heel veel nieuwe elementen aan toegevoegd, waardoor je weer helemaal iets anders gaat doen. Heel leuk. En daar ben ik dus nu video's voor aan het opnemen. De man van de show is thuis. Hé schat, ik heb de hele dag gefilmd, waardoor ik eigenlijk niet echt meer met jullie heb gekletst. Ik heb superveel video's opgenomen en ik heb ook best wel wat Instagram stories gemaakt. Dus jullie zijn eventjes niet aan bod gekomen verder. Maar goed, het is inmiddels 4:55. Ed is net thuis, die gaat lekker het plastic opruimen. Het is ook echt superveel, want ze waren natuurlijk vorige week niet geweest met die sneeuw of 2 weken geleden. En nu staat echt hier alles vol. Je moet ook wel even goed uitkijken, want er zitten ook luierzakken bij. Jij gaat ook nog eventjes aangeven wat ik moet doen. Ja, dus dan kan ik nog even lekker een wasje ophangen. Een beetje opruimen en dan gaan we zo naar mijn ouders, want die gaan lekker koken. De kindjes zijn daar, dus wij eten gezellig daar zo meteen. Ja, zin in gewoon. Ja, ik moet lachen, want Ed staat naar mij te kijken, ja. Gaat hij lekker mop? Wil je anders even wat ik wat sfeerbeelden van je maak? Is wel leuk, toch? Zo, zet je hem zelf uit als je klaar bent? Nee, het mooie is, dan zegt zij dus gewoon letterlijk van ja, ik moet wel naar huis, want ik moet nog even plastic opruimen. En wie zit hem te smeren? Staat ze daar, hè? Ik denk, vertel even tegen jouw volgers hoe het echt hier eraan toe gaat. Kom schat, we moeten nog even samen plastic opruimen, hè? Wie staat hier weer te sjouwen? Vegan zakjes. Testers. Testers. Ben benieuwd. We zijn al super lang bezig met het testen van vegan eiwit shakes, want die willen we gaan toevoegen aan nieuwe mama. Ik ga trouwens even binnenkletsen, dan versta je me beter. Ja, en dan hoef je ook niet verder te kijken naar Ed, die als een soort van Henkie
zich helemaal in heeft genesteld met plastic. Maar goed, we zijn dus bezig met een vegan eiwit shake. Al best wel een tijd, omdat wij die heel graag willen toevoegen aan ons assortiment. Even kijken, ben ik weer dicht? Ja. We willen die dus heel graag toevoegen aan ons assortiment. Alleen het punt op het moment dat je een vegan eiwit shake gaat maken of laten maken, dan heb je gewoon echt wel een andere smaakbeleving, zeg maar, dan dat je een dierlijke eiwit shake hebt. En ik vind het wel belangrijk dat die, buiten het feit dat die natuurlijk hoog in eiwitten is, goede kwaliteit producten en laag in koolhydraten, vetten en überhaupt calorieën is, moet die ook lekker van smaak zijn. En daar hebben we onze eiwit shake nu heel erg op afgestemd. Want we hebben hele mooie lichte en dunne smaken, waardoor je ook niet een vieze nasmaak hebt. Soms is dat wel eens door die eiwitten en dat heb je bij die van ons echt niet. En daar hebben we heel bewust op uitgekozen. Maar met een vegan variant is dat iets moeilijker, omdat je daardoor dus wel wat sneller, zeg maar, een soort van muffigere smaak kan gaan krijgen. En dat willen we echt niet, want het moet echt lekker zijn. Dus we hebben nu weer een hele sample, een tasje met nieuwe samples gekregen. Even kijken, wat is dit? Dit is een vegan, nieuw verbonden vegan banana. Dus die gaan we testen. En ik hoop dat deze heel lekker zijn, zodat ze snel, zeg maar, in de webshop kunnen komen. Maar ik hou jullie daar even van op de hoogte. Hallo! Hey, ik zie hier iemand snoepen van de tafel. Wat gaan we eten? Oh, dat ziet er lekker uit. Hey joh. Pasta met een lekker naanbroodje, denk ik. Mama. Kun je lekker buiten kijken? Dat is mooi, Charlie. Ja, mooi, hè? Oh, hier wordt je heerlijk bruin zonder, denk ik. Oh, lekker, man. Oh, zalig. Lekker vitamintjes opdoen. Zo, klim jij zelf op de stoel. Oké. Oh, die gaan hard ineens, niet normaal. Ja, ik moet echt mijn haar wassen, niet normaal. Maar elke keer 's ochtends dan heb ik er gewoon geen tijd voor. Hoe vroeg ik ook opsta, nu met het nieuwe ritme met school en zo, lukte me gewoon niet. En 's avonds heb ik er geen zin meer in. Maar goed, ik moet er wel aan geloven. Volgende week komt trouwens eindelijk de kapper weer. En ik dacht, ik ga er een heel stuk afhalen, maar nu ik het zo zie, denk ik nee. Ik denk dat ik gewoon een beetje puntjes ga doen en bijknippen en dan flink verven. Want echt uitgroei. Ja, zo zie je het niet eens, maar ik heb wel even kijken. Echt een uitgroei. Dus, maar goed. Deze schoolmoeder die gaat weer een nieuw broodtrommeltje vullen. En dan zet ik het dus gewoon zo op het aanrecht. Zodat ik gewoon morgen heel makkelijk boterham kan smeren. Een stuk komkommer erbij. Deze kan schillen. Dit is voor het ochtendfruitje. Hier doe ik dan water in. Gewoon dat hij dat kan drinken. En dit is een lege beker voor het overblijven. En daar mag hij dan volgens mij thee, melk of water in doen. Het kan dan zo het tasje in. En dan is het lekker allemaal zo snel mogelijk in de ochtend. En verder heb ik dan nog havermout gemaakt voor de kindjes. Overnight oats. Zodat ze morgen gewoon lekker dit uit de koelkast kunnen pakken. Of tenminste Ramos kan het pakken en de meiden die krijgen het. Doe ik dan nog een banaan bij. Meestal de helft voor Ramos en de andere helft voor de meiden samen. Dan eet hij al nog wat druiven, maar nou, ligt eraan wat ik in huis heb. En dan heb ik ook een ontbijtje al klaar wat ze gewoon, in ieder geval Ramos zelf, makkelijk kan eten. Ja jongens, en zo doen we dat gewoon. Mak dient de mens wat dat betreft, want echt als ik dit niet doe, dan werkt het gewoon niet in de ochtend. Dat was sowieso al, maar nu Ramos naar school gaat, is het echt nog erger. En nog belangrijker om goed alles te plannen. Dus ik maak nu nog even voor mezelf wat dingen en dan ben ik weer helemaal ready for tomorrow. Zo, een hele goede morgen. Jeetje Mina, wat een gestres heeft vanochtend. Echt, ik weet het niet, maar op een of andere manier is het 's ochtends nog een beetje aanpoten omdat Ramos nu naar school gaat. Terwijl we normaal gesproken ook altijd gewoon op tijd op werk zijn en wakker zijn. Geen idee, maar het is allemaal gewoon net even anders of zo. Ik kan er nog niet helemaal de vinger op leggen. Maar goed, in ieder geval, ik ben weer op kantoor. De meiden waren vanochtend echt super, ik denk gewoon moe of zo van de afgelopen dagen. De hele tijd aan het huilen en aan het krijsen. En oh, ik ben blij dat ik even lekker hier ben. Even in mijn eentje. Super fijn. Ik heb een hele werkdag voor de boeg. Dus ik denk dat ik gewoon later, als ik straks naar huis ga of zo, weer bij jullie terugkom. Want het is niet heel boeiend, denk ik, om dat te filmen. Ik ga eerst heel eventjes een paar dingen doen die nu moeten. En daarna ga ik eerst sporten, zodat ik dat heb gedaan. En dan ga ik de rest van de werkdag verder.
Klinkt natuurlijk super luxe, weet ik hoor. Want normaal gesproken dan doe ik dat eigenlijk ook niet. Alleen omdat ik dus nu bezig ben met het Summer Body Program. Het is trouwens het pre-Summer Body Program. Hè? Dus het is niet zo dat het nu al online staat. Ik doe dit programma dus voordat jullie hem allemaal kunnen gaan doen. Omdat ik dus wil ervaren hoe het is om 6 weken achter elkaar echt een pittige challenge te doen. En dat ik het leuk vind om mezelf echt fysiek gezien uit te dagen. En daarin echt gaan shapen. Dus dat is de reden waarom ik het doe. En ik doe hem trouwens ook, ik weet niet of ik dat nou al verteld had. Want ik heb zoveel dingen overal verteld dat ik dus niet meer weet wat ik nou waar heb verteld. Maar ik doe hem dus in de vegetarische variant. Ik heb bepaalde eetschema's die ik volg. Die ga ik later ook met jullie delen in het programma. En daarvoor hebben we een onderscheiding zeg maar gemaakt in de vlees-vis en in de vegetarische variant. Dus geen vlees-vis, wel zuivel. En die laatste die ben ik dus aan het doen. Dus ik ben aan het strak trainen, aan het shapen en spiermassa aan het opbouwen zonder dat ik vlees en vis eet. En dat gaat natuurlijk gewoon prima, want je kan ook plantaardig genoeg eiwitten binnenkrijgen. Maar goed, daar ga ik dan dus, dat zie je straks allemaal in die schema's terugkomen. Wat wou ik er nou over zeggen? Oh ja, dat is dus de reden waarom ik nu een uitzondering maak en ook tijdens het werk dus even ga sporten. Normaal gesproken doe ik dat echt alleen als ik tijd over heb en anders dus 's avonds. Maar goed, in ieder geval, ik ga lekker aan de slag. Misschien wat sfeerbeelden en anders tot straks. Nog steeds met dezelfde jas aan als vanochtend. Maar inmiddels is het 5 uur en ben ik thuis. Ik heb de hele dag gewerkt en niet meer gevlogd. Want ik dacht van ja, weet je, het is helemaal niet boeiend om mee te kijken verder. Het was ook niet een hele spannende dag, zeg maar, ook niet voor mij. Nu ben ik thuis. Ik zie mijn grote kind weer die naar de basisschool is geweest. Echt zo raar. Die gaat gewoon elke dag voortaan naar school. Raar, hè? En nu komen de twee kleine dotjes naar beneden. Hoi, poezenvriendinnen. Mama. Hey. Oh, lekker snot allemaal. En ik dacht, ik ga even snel laten zien. Ja, kom maar, schatje. Ik wil even laten zien. Kom maar hier. Wat we gaan eten. Oh, ik vind couscous heel lekker. Met boontjes, met wortel. Ah! Dit is die wortel van een stamppot die we niet wilden eten. Ik had dus met mijn goede gedrag vorige week zo'n zak meegenomen voor wortelstamppot. Want ik dacht, eten we nooit. En Ramos wil dat. Maar uiteindelijk had niemand er zin in de hele week. Dus nu gebruik ik het in de couscoussalade. Sorry trouwens voor deze enorm saaie vlogdag. Morgen gaan we weer gewoon lekker verder. Maar ik dacht, ik ga jullie eerst wel eventjes laten zien wat we allemaal hebben. Of dat had ik net eigenlijk al gedaan, toch? Ja, maar jij houdt van herhalen. Ik hou van herhalen. Dit is het. Eet smakelijk. Volgens mij zei je... En lekker weer basilicum. Dat vind ik dus heerlijk, hè? Ja. Ja, eet smakelijk. En natuurlijk helemaal vegetarisch. Conform mijn dieet op dit moment. Of nou ja, dieet, zo noem ik het eigenlijk helemaal niet noemen. Conform mijn challenge. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik werd vanochtend wakker met een geniaal idee. Want het is natuurlijk weekend nu, en of tenminste voor mij is het weekend nu. En ik besefte mij dat we eigenlijk niet echt grote plannen hebben ofzo. En toen dacht ik, omdat het weer zo lekker weer wordt, alleen dan niet zo warm. Toen bedacht ik mij dat ik zoveel zin heb om gewoon even iets leuks te gaan doen. Dat ik om 7 uur 's ochtends achter mijn laptop kroop. En op het hele internet ging zoeken naar vakantiehuisjes. Ondertussen zoek ik trouwens de oplader van mijn camera. Oh hier. Ben ik dus als een gek gaan zoeken naar vakantiehuisjes. En ik dacht, dat zal vast makkelijk zijn. Want wie gaat er nu naar een bungalowpark als er niks open is. Maar dat viel tegen, want al die huisjes waren dus volgeboekt. Bijna. Uiteindelijk heb ik er dus een gevonden. Hier, nou, 3 kwartier vandaan. Ik ben benieuwd waar we terecht gaan komen. Want het is echt zo'n, volgens mij, zo'n oud vervallen huisje op zo'n park. Maar goed, maakt niet uit. We kunnen in ieder geval weg. Ik heb mijn ouders ook opgetrommeld. Die hebben zin om mee te gaan. Dus die gaan ook mee. Ja, dus ik heb er helemaal zin in. Het is nu inmiddels 10:30. En ik ben de hele ochtend al aan het rennen en aan het vliegen. Om alles op tijd af te krijgen. Want, ja, weet je, normaal gesproken dan doe ik in het weekend doe ik de was. En dan zorg ik dat de boodschappen komen. Die heb ik inmiddels kunnen annuleren, gelukkig. En dan ruim ik gewoon alles op. En dat gaat dus dit weekend niet lukken.
Maar maandag hebben we de studio gehuurd in Tilburg om weer opnames te maken. En dan moet Ramos naar school. Nou ja, kortom, ik moest dus alles wassen. Alles klaar leggen voor maandag, et cetera. Het huis opruimen, de kindjes klaarmaken, spullen inpakken. En Ramos moet om 12 uur van school gehaald worden. We gaan ongeveer rond 3 uur rijden. Hebben jullie er ook zin in, meiden? Ik had ze lekker een doosje rozijnen gegeven in bed. Waar is... Oh, dat doosje. Dat is geen doosje meer, denk ik, inmiddels. Ja. Ja. Oh-oh. Waar is de rest, mopje? Ja. Ja? Oh-ho. Waar is jouw doosje, meid? Mama meenemen? Ja. Zo. Deze tas had ik al ingepakt. Met alleen nog de tutten. En zo niet. Hoppa. En deze gaan natuurlijk mee. Dit zijn die vegan eiwitten trouwens. En die zijn hartstikke lekker. Dus ik denk dat die er heel snel gaan komen. En die neem ik mee in de tas. Want mijn sportroutine gaat natuurlijk gewoon door. Dus ik ga wel gewoon lekker sporten dit weekend. En dat is ook goed. Dus lekker eiwitjes mee. En toen was het tijd om Ramos van school te halen. En ik ga lekker met de meiden met een bakfiets. Ik heb die nu, ik denk, een half jaar ongeveer. En echt, als ik ergens blij mee ben en als ik iets een aanrader vind, dan is het wel de bakfiets als je meerdere kindjes hebt. Want wij hebben natuurlijk één auto. En als ik geen bakfiets zou hebben nu, dan zou ik te voet moeten. Maar dan moet Ramos ook weer met de fiets of te voet mee terug. En het is best wel een stukje lopen. En dat is gewoon niet altijd handig, want soms wil je snel zijn. Dus ik ben echt... Als ik iets in aanraden vind, ik zal even laten zien trouwens welke ik heb, want ik krijg daar wel eens vragen over. Kijk, dit is hem. Ik heb de Babu Curve elektrische bakfiets. En dat ziet er dan zo uit. Meiden, hier blijven, hè? Kijk, ik ga de meiden er zo even snel in zetten, want ik moet gaan. Maar dat ziet er dan zo uit. Dit is voor de meiden. Twee bakjes. En hier zit Ramos dan. En ze kunnen allemaal vast. Echt ideaal. En de meiden zitten er dus dan zo in. Leuk, hè? Ja. Ja, heel leuk, hè? Oké. Zo is het ook gewoon lekker warm. Of tenminste lekker warm. Geen idee, maar in ieder geval niet koud, denk ik. Zo. Let's go. Proost, hè? Proost. Nou, we zijn onderweg. We hebben het helemaal gehaald. Het is 4:30 en we gaan nu net rijden. Ondertussen even een koffietje gehaald en getankt. Mijn ouders die rijden voor ons. En het is echt maar 3 kwartier, dus dat is heel chill. De auto's zitten natuurlijk weer helemaal bepakt en bezakt. Ondanks dat we maar 3 dagen weggaan. Maar goed, dan mag die pret niet drukken. Ik heb er helemaal zin in. We zeiden net tegen elkaar, Ed en ik. Dit is de eerste keer dat Bobby en Charlie het een beetje bewust meemaken, zeg maar, dat we een weekend weggaan. Want de vorige keer is al best wel een tijd geleden, hè? Zomervakantie denk ik voor mij. Ja, is het zomervakantie? Nee, september. Ja, september. Maar goed, dat scheelt met zo'n jonge leeftijd zoveel. Dus nu, ik heb er echt helemaal zin in. Wij zijn er. We hebben onze luxe villa ingeruimd. En nu zijn we onderweg naar de plaza. Dan mogen we natuurlijk niet met z'n allen naar binnen. Maar goed, dat geeft niet. Meiden zitten lekker in de kinderwagen. En we gaan frietjes eten. Gewoon helemaal traanoog van het weer. Het is koud vandaag. Echt niet te doen gewoon. Ik ben helemaal bevroren. In ieder geval, het is vandaag zaterdag. En het is, hoe laat is het? 10:30. En ik ben helemaal ready om te gaan sporten. Ik heb sportkleren aan, ja, onder mijn jas. En wij gaan even hier buiten op het parkeerterrein gaan we sporten. Misschien denk je nu, wat een freak. Maar ik ben natuurlijk bezig met het pre-summer body program. En ja, ik wil gewoon heel graag mijn schema en ritme aanhouden. Vooral ook omdat ik over 2 weken ook mijn afterfoto's ga maken. En ik moet nu gewoon lekker doorzetten en knallen. En het weekend is natuurlijk qua eten heel anders dan dat ik eigenlijk gepland had. En dat is helemaal prima. Maar daar hoort dan dus wel sporten bij. Dus ik ga nu hier met Ed. Oh, we gaan daar. Op de parkeerplaats sporten. Gelukkig is hier niemand, want dan zou ik me helemaal niet chill bij voelen.
Maar goed, ik ben nu al trots op mezelf. Ik ga het gewoon doen. Oh, I'm on fire. Oh, je wil wel helemaal in de open lucht. Jij dacht, ik laat even mijn jas aan. Ja, dat dacht ik. Dat ziet er wel leuk uit. Als iemand nu langsloopt, denkt hij waarschijnlijk echt, wat de fuck is dit nou aan het doen? Even een close-upje. Leuk. Ja, haar is lang, hè? Ja, niet normaal. Ja, echt zo'n gordijn. Ja. Vooral nu, zeg maar, in deze positie. Mooi. Goedemorgen. Sta je lekker? Ja. Wat een wijntje, een bord friet, een paar chippies en een weinig slaap met je doet. Echt jongens, zoveel zwaarder dan normaal. Ik merk dat mijn ademhaling zoveel hoger zit. Komt ook al een beetje door de kou, maar echt, jeetje mina. Het heeft zoveel effect als je dan even anders en minder goed eet en slecht slaapt. Maar goed, laatste setje en dan ben ik klaar mee. Wat is dit dan, jongen? Moet je kijken, we hebben bezoek. Dat is raar, Jack. Wat hel, die zijn groot, die dingen, hé. Hé, Ramos niet doen. Nee. Oeh, jongens. Zoals altijd gaan we weer lekker groen met zoals we hier zijn. Ik ga het eigen huis niet stinken. Het. Lekker. Vind je het leuk hier? Je ziet er wel heel mooi uit. Ja. Ja. Echt een zondagsfeest is het, hè? Ik vind het wel lekker. Ja. Oh, prachtig. Papa. Mooi. Ja, dat is het. Ja. We hebben al lekker gegeten. Schat. En mama heeft lekker gedoucht, haar gewassen. Een crème opgedaan. Ik heb mijn bek. Ah, en dat is verder, hè, schat? Ja, dat. Ja, dat, hè? Ja. Nu gaan we lekker chillen samen, Charlie. Ja, ik heb het doen. Ja. Charlie leert Chinees, hè? Ja, dat ik. Schatje. Nee, niks doen. Wat een liefde. Kijk aan de bakken. Mag mama ook iets vertellen? Nee. Even wachten nu. Dan mag Charlie. Moet jij even aan de zijkant staan? Niet Charlie, hè? Eén, twee. Ja, ik ga jullie toch nog eventjes bijkletsen. Want de laatste beelden die jullie net zagen was in de speeltuin gisteren op het vakantiepark. En nu zijn we inmiddels alweer thuis sinds gisteravond. Ik ben nu in de studio waar we opnames hebben voor het nieuwe Voor Mama Summer Body Program. Dat over een paar weken beschikbaar gaat komen. Maar ik had gisteren een soort van afsluiter in de auto opgenomen. Alleen die was een beetje vaag. En toen dacht ik, ja, zonde om daar de vlog mee af te sluiten. In ieder geval, ja, ik ben dus in de studio vandaag. Ik ben de vlogbeelden aan het uitzoeken, zodat alles lekker op tijd online kan. We hebben echt een heel leuk weekend gehad. En ja, we hadden gewoon zin om even lekker spontaan weg te zijn en we merkten gewoon dat we dat gewoon even nodig hadden. Dus ik ben heel blij dat we dat uiteindelijk ook gewoon hebben gedaan. Ik hoop dat het leuk was om naar te kijken, omdat het nogal wat losse beelden waren. Niet echt één verhaal. En dat komt natuurlijk omdat mijn ouders erbij waren. En dan ja, film je gewoon net even iets anders. En ja, je wil ook gewoon genieten in het moment. En dan niet alleen maar die camera erbij pakken. Dus ik hoop dat je toch een beetje een indruk hebt gekregen van afgelopen weekend. Voor nu ga ik lekker verder. Ondertussen zijn Ed, Lynn en Danny die zijn bezig met een cardio HIIT training. Ik ben nu de beelden aan het doen. Ik heb vanochtend al 2 trainingen gedaan. En dan ga ik zo meteen weer verder. Dus dat wordt best wel een pittige dag. Wilde ik verder nog iets vertellen?
Nee, ik denk het niet per se. Ik zie jullie gewoon volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. Ik zou het wel leuk vinden als je een reactie achterlaat. En misschien zou je ook kunnen abonneren op mijn kanaal. Want ja, het schijnt dat dat gewoon helemaal goed is voor YouTube. Dus als je dat zou willen doen, heel graag. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Doei.